Afgelopen donderdag was er een nieuwjaarsreceptie in het Sparta-kasteel en wij waren erbij. De deelraad en daarom bestuur heet ik u van harte welkom op onze traditie, onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Zoals u weet hebben we het als raad van traditiegetrouw altijd een wat late nieuwjaarsreceptie. En elk jaar is bijzonder, maar dit jaar is het extra bijzonder. Want het is de laatste keer dat we als deelgemeente een nieuwjaarsreceptie houden. Dames en heren, vrijwilligers, daar drijft een hoop op. Zonder vrijwilligers zijn heel veel dingen niet mogelijk. En tot de dag van vandaag een sterke toevraag voor alle vrouwen uit verschillende culturen. Daarom staan er zoveel vrouwen hier kennen. De wat ouderen onder ons kunnen zich vast herinneren dat in 1994, precies 20 jaar geleden, Delfshaven samen met Feyenoord als één van de laatste een deelgemeente werd. Tot slot, dames en heren, het was een eer en een voorrecht om met u te hebben samengewerkt en voor u te hebben gewerkt. Dank u. Fantastisch natuurlijk, hè? Dat is bijna een bekroning op wat we ooit begonnen zijn. Dus nu gaan we nog verder, want het is pas het begin van wat er nog allemaal om moet komen. Dus, je bent vanavond uitgeroepen tot Mr. Pluktuin. Dat was ik al, maar dat wisten ze hier waarschijnlijk nog niet. Dus nee, dat klopt. Ik kom uit Spangen. Ik ben sinds kort de huiskamer van Spangen begonnen. En ik doe al vele jaren veel vrijwilligerswerk, initiatieven opzetten, verbindenissen maken met bewoners. Van alles eigenlijk. Mijn naam is Abe Marcus en ik ben bezoek hier in de boel. En ik wil met de gebiedscommissies mee gaan doen voor de SP. En dan sta ik in Delfshaven op nummertje 3. Gehad. En wat betekent dat voor jullie? Heel veel, wat we niet verwacht hadden. Maar je wist helemaal niet dat je in het zonnetje gezet. Ja, uiteindelijk wel. We genomineerd werden, maar niet dat het moest in ieder geval komen. Niet dat je de gouden opsteker had. Hoe komt u hier verzeild eigenlijk? Omdat ik Delfshavenaar ben. Al 83 jaar zelfs. Ja. Dat is meer dan waarschijnlijk hier dus in de omgeving te ontdekken is. Maar. Dus u kreeg een uitnodiging in de bus? Ik kreeg geen uitnodiging, nee, maar ik had wel opgelet toen ik in de krant zag staan dat er een nieuwjaarsreceptie zou worden gehouden op een verlaat tijdstip ergens in maart. Nou, dat heb ik in mijn agenda gezet.